Vrijdagmiddag heeft informateur Pieter van Diepenbeek zijn advies uitgebracht voor een nieuwe coalitie in Meijerijstad. De meest genoemde voorkeurscoalitie is de coalitie van de afgelopen raadsperiode. De partijen CDA, HIER, VVD en Partij van de Arbeid vormen op dit moment een stabiele coalitie die op waardering van de meeste fracties kan rekenen. Bepaald niet verrassend dus. En de meeste partijen konden daar wel begrip voor opbrengen. Maar Pieter Verkuijlen van Gemeentebelangen was wel flink kritisch. Wanneer het deze kant uit gaat, dan heb ik daar twee belangrijke kritiekpunten op. In de eerste plaats, de lokale kiezer die wordt met een doekje voor het bloeden afgescheept. In de tweede plaats, de landelijke partijen die nemen hier het voortouw. En ik zie het zo, hier die kan dan als katvanger optreden. En ik vind het toch een vorm van minachting, zeg maar, voor de grote aantallen kiezers die duidelijk voor lokale partijen gekozen hebben. En daar wil ik het bij laten. Ja, het was te verwachten, moet ik ook heel eerlijk zeggen. We hadden het ook al zo opgeschreven, ik denk dit zal er wel uit kunnen zitten komen. Kijk, het was een stabiele coalitie natuurlijk. Ze hebben de meerderheid. Dat wil niet zeggen dat ik denk van ja, jammer, want ik ga graag meegedaan. En we staan nog steeds voor open, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar ja, dit was wel een beetje te verwachten. Dus ik ga nou niet zeggen van als je getalsmatig kijkt, zou logisch zijn. Ja, we hadden natuurlijk graag anders zien. We hebben altijd gezegd dat we graag aansloten. Maar goed, vooralsnog niet. Mochten ze er niet uitkomen, kunnen ze ons altijd bellen. En anders gaan we de kiezers vertegenwoordigen vanuit de niet-coalitie. Meneer Gooijerts, u kent ongetwijfeld het gezegde, ze namen een glas. Nee, dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Dus, En deden een plas en alles bleef zoals het was. ja, dus zo kunnen we het samenvatten inderdaad. Dus, voorlopig wel. Hè. Dus we zullen de gesprekken gaan voeren met elkaar. En blij om te horen in ieder geval dat er uitgesproken is dat er vertrouwen geweest is in de afgelopen 5 jaar. En dat we dus ook een kleine meerderheid hebben om het in de komende 4 jaar hopelijk op dezelfde manier door te zetten met elkaar. De informateur heeft nu zijn rapport uitgebracht. Wat gaat er nu gebeuren? Gaat er nu een formateur komen? Nee, we gaan nog geen formateur aanstellen. Wij gaan met de 4 partijen gezamenlijk het gesprek aan. Waarbij we ondersteund worden door het ambtelijk apparaat vanuit de gemeente Meijerijstad. Die hebben in de afgelopen periode al een overdrachtsdocument opgesteld. En aan de hand daarvan gaan we en uiteraard de verkiezingsprogramma's van de 4 partijen, zullen we de gesprekken aangaan en kijken of we tot consensus kunnen komen. De oude gemeenteraad had 5 wethouders. Is het de bedoeling dat het nieuwe college ook weer 5 wethouders krijgt? En zo zijn er heel veel punten om met de 4 partijen te bespreken met elkaar. Maar dat is een van de mogelijkheden. Wanneer denkt u dat er een collegeprogramma kan zijn en een nieuw college van BNW? Ja, ook dat is vooruitlopen op de gesprekken. Maar wij hopen en we denken dat dat in ieder geval met een maand maximaal zou moeten kunnen lukken.